BMW On Tour, daar willen wij natuurlijk beslist bij zijn en er ook alles over weten. Waarvoor, wat, hoe enzovoort. Dat komen wij te weten van Emmanuel Tounicourt van BMW De Meij. Vertel, BMW On Tour, wat moet ik me daarbij voorstellen? Voor de klanten die een nieuwe ervaring willen ontdekken op het elektrisch gebied, heeft BMW vanuit BMW Bilux eigenlijk gezorgd dat de mensen met alle type voertuigen van X1, X2, iX, nieuwe 5-reeks een elektrische ronde kunnen maken van 1,5 uur voor de ervaring van de elektriciteit en het elektrisch rijden te ontdekken. En dan de verschillen te voelen tussen de verschillende modellen. En dat doen we op deze locatie, omwille van dat we een mooie routing kunnen maken, dat ze echt eens kunnen genieten van de natuur en van het voertuig. Ik neem aan dat de noodzakelijkheid er was. Hè? De mensen moeten het elektrisch voertuig, het elektrisch rijden, leren kennen, er leren mee omgaan. Klopt. Voor veel mensen is het nog een nieuwe ervaring. Ze kennen het niet. Ze zijn benzine gewoon, diesel gewoon, eventueel hybride. Het elektrisch vooral verrast vele mensen die we nu al gesproken hebben. Dat ze ook zeggen van het comfort, de stilheid, de power, het is genieten voor vele mensen. Dus ze zijn aangenaam verrast en dat doet ons plezier. Vertel jij even in enkele woorden het voordeel van een elektrische auto. Het grote voordeel van elektrisch rijden is dat u, als u van vermogen en comfort houdt, dat u zeer stil kan rijden. Dus u hebt weinig of geen geluid en u kan maximaal genieten van het maximale vermogen. Wat dat heel veel mensen een enorm plezier geeft. Aangenaam rijden, aankoopsom blijft nog altijd vrij hoog of wordt eraan gewerkt? Er wordt volop aan gewerkt, inderdaad. De aankoopsommen zijn nog vrij hoog. De toekomst zal inderdaad ervoor zorgen dat de prijzen gaan zakken. Actieradiussen worden ook groter. Maar we zien dat de actieradiussen nu al 400-500 kilometer maximaal haalbaar zijn. Wat dat voor veel mensen, waar dat ook een punt is dat ze denken van we moeten gaan laden. 500 kilometer effectief rijden à 400 kilometer is effectief al wel een mooie afstand dat je kunt afleggen zonder zorgen. Ik zie ook dat er heel wat belangstelling is. Flink wat mensen deze kant uitgekomen voor de BMW On Tour. Ja, de mensen zijn heel benieuwd wat het voertuig teweeg brengt. Ik heb juist ook met mensen gesproken die nog nooit een elektrisch voertuig gereden hadden. Die komen terug, waren zeer aangenaam verrast. Komen ook langs voor een offerte, dus daarvoor doen we het. BMW On Tour, wij doen mee de tour. Oké, veel succes. Top. Dank u. BMW On Tour achter de rug, dan moeten we natuurlijk even indrukken vragen. En dat doen we. Wat vond je van de BMW On Tour? Dat is een gigantische beleving. Het is een totaal andere beleving. Vooral, ik kom uit het brandstofvoertuig. En het is toch een totaal iets anders. 4 verschillende auto's getest. Een voorkeurkeuze gemaakt al? Of nog even nadenken? Een keuze gemaakt, nog niet onmiddellijk, maar wel welke richting dat het uitgaat. Dat wel. En welke kant gaat het op dan? Wel naar het hoorsegment toe gaan, ja. Het was indrukwekkend, hè? Ja, de iX of de i5 zijn toch wel die de meest voorkeur verdienen. Met zijn kristallen knoppen? Het hoeft niet per se die kristallen knoppen. Het gaat hem nu meer over het rijcomfort en dergelijke, ja. Mevrouw, zelf de mening? Absoluut, ja. De 5 geeft wel de voorkeur. Mooie rijervaring hier vanavond beleefd? Jawel, en een heel mooie regio. Heel mooie regio, inderdaad. Keuze maken, nog even overwegen. Ik heb gezien dat er eensgezindheid is. We gaan nog even overwegen, ja. De hoeste is er, maar nog even alles op een rijtje zetten. Spaarvarkentje openbreken. Eerst kijken of er nog wat in zit in het spaarvarkentje. Want ze plunderen aan alle kanten eraan. Succes. Maar gaan proberen. Okay. Dank u wel. Wij hebben de BMW On Tour meegemaakt. Conclusies spectaculair. Dat zijn de onze. Jullie trekken jullie conclusies uiteraard. Doen. Thank you.